In dit filmpje laat ik jullie even kort wat, geef ik jullie kort wat tips over het maken van een brochure in InDesign. Allereerst is het, als je zelf het boekje wil printen, het makkelijkst om de standaardpagina op A5 te zetten. Dus dat doe je door een nieuw document te maken, bij drukwerk te kiezen voor A5. De pagina's moeten naast elkaar komen en laten we even zeggen dat we met 8 pagina's beginnen. Je kan afloopgebied op 3 zetten, maar als we het zelf hier op school gaan printen, is het makkelijker om gewoon dat op 0 te laten en te werken met een marge van ongeveer 10. Dan werk je dus met witruimte om je pagina heen. Wat je nu hebt is een bestand waarbij dit de voorpagina is. Dan komen pagina 2 en 3, 4 en 5, 6, 7 en 8 is de achterkant. Voor een brochure is het van belang dat je altijd een aantal pagina's hebt deelbaar door 4. Dus 4, nou dan heb je 1 dubbel geslagen. Dubbelzijdig A4'tje. Dat is wel erg weinig, dus de volgende mogelijkheid is 8. En als je daar niet mee uitkomt, kan je 12, 16 enzovoorts aantal pagina's hebben. Je kan altijd pagina's toevoegen door op de pagina te staan waar je een pagina wil invoegen en dan op nieuwe pagina. En dan uiteraard dat je weer uitkomt op een getal deelbaar door 4. Ik ga even een bestand pakken wat al gevuld is. Dit is een brochure van 8 pagina's. De eerste pagina is de voorkant. Dan hebben we gewoon pagina 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 is de achterkant. Je kan de A-master uiteraard gebruiken voor bijvoorbeeld een automatisch paginacijfer. Hoe je dat doet, kun je in een van de andere filmpjes vinden.